Als ik elke dag naar hier kom, dan begin die dag met te lachen of zo. Dan zeg ik, ja, ik doe iets goed, ik zie het aan die mensen. Ik ben Hossein Alfarhan. Ik ben leerling van Verzorgend EG. En ik ben verpleegkundige geworden. Ja, dat is mijn droom. Ik kom uit Syrië. We zijn naar Nederland gevlucht. En ja, wij kunnen niet naar Syrië teruggaan. Dus ja, ik dacht, ik ga iets doen. Ik ga niet zo gewoon zitten en wachten. Er is altijd een andere weg of andere optie. Ik wil verpleegkundige worden. Maar als ik geen diploma van verzorgende IG heb, dan mag ik geen verpleegkundige doen. Dus daarom volg ik deze opleiding. In het begin dacht ik, ik weet niet, kan ik dit doen of niet? Hoe kan ik die, zeg maar, de tilliften gebruiken? Hoe kan ik die mensen ADL-zorg geven? Maar nu heb ik geen last van. Met de bewoners ben ik altijd zoals familie. Maakt niet uit wie jij bent, waar kom je vandaan, welke geloof heb je. Ik heb geen oma meer. Dus hier heb ik oma's. Ik doe mijn best om die mensen thuis te voelen, zeg maar. Dat zij echt thuis zijn.